Nikolai Guliaev een feestelijke ereronde te doen afleggen. Een ereronde ten overstaan van al die duizenden mensen die hier zitten. Een ereronde waar hij, deze man, zo verschrikkelijk veel recht op heeft. Wat is hij met afstand de beste geweest dit seizoen. In Trondheim bij het Europees kampioenschap kon niemand in zijn schaduw staan. En hij herhaalt dat gewoon, bevestigt dat gewoon hier op het wereldkampioenschap. Een formidabele sportman uit de Sovjet-Unie. Fototoestellen in de aanslag natuurlijk. Want nu komen straks de momenten die op de plaat moeten worden vastgelegd. Daar is die Arasley met dat Friese paard ervoor. En dan maar hopen dat Guliaev geen angst heeft om daarin plaats te nemen straks. We gaan hem eerst huldigen zometeen op het podium. Dat spreekt vanzelf. Daar staan de matadoren. Guliaev, Bozhev en Hachi. En hij ging er nog vanuit dat hij gewoon een ere rondje zou moeten schaatsen, denk ik. Want hij heeft de schaatsen nog aan. Maar hier in Heerenveen doen ze dat een beetje anders. Daar gaan we met Viktor Guliaev. Wereldrecord 1500 meter. Wereldrecord punten totaal grote vierkamp. Hij wordt gecomplimenteerd door zijn landgenoot Panov, lid van de Internationale Schaatsunie van het bestuur. En dit is de grote man van het schaatsseizoen 1986-1987. Guliaev, een hele, hele grote. En dan een landgenoot van Guliaev op plaats nummer 2. Een plaats die hij al de laatste twee jaren ook had veroverd. Oleg Bozhev, de man die 3 jaar geleden, voordat het 2 jaar durende tijdperk Vergeer begon, wereldkampioen was. En nu voor het 3e achtereenvolgende jaar op de 2e plaats terechtkomt. 2 keer moest hij Vergeer voor zich dulden. En nu zijn eigen landgenoot Guliaev. En dat met de mankementen die hij heeft moeten doorstaan in dit toernooi is een extra bijzondere prestatie. Mikhail Hachi. De nummer 2 op het Europees kampioenschap. De nummer 3 op het wereldkampioenschap. En hij is verschrikkelijk blij, dat heeft hij van de week gezegd. Oh, 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 zei hij, als ik eens 3e mocht worden. Want meer zit er natuurlijk niet in. Maar het heeft weinig gescheeld hoor. Want hij heeft nog uitzicht op de 2e plaats gehad. De erekrans van Jan Garicius voor Guliaev. De zegevierende man uit Moskou. Die voor iedereen verreweg de sterkste bleek. En met dat wereldrecord punten totaal van 159.356 toch een gat van 1/2 punt slaat in het klassement ten opzichte van Bozhev. Het volkslied van de Sovjet-Unie.
Wat een geweldig moment voor Nikolaj Guljajev. Ik heb hem op het podium zien staan toen het volkslied werd gespeeld in Trondheim op het moment dat hij Europees kampioen was geworden. Maar dit deed hem veel, veel meer natuurlijk. Het moet ook wat zijn voor iemand uit de Sovjet-Unie. In deze hal het Russische volkslied gespeeld te horen, waarbij 16.000 man van Nederlanders gewoon mee gaan zingen onder het motto: we kennen de wijs wel, maar de woorden niet. Je kon zien aan Guljajev dat hij daardoor duidelijk geëmotioneerd raakte. En wie zal hem dat kwalijk nemen? Integendeel. Perfect hoe deze man het toernooi heeft gereden. Schitterend hoe hij uiteindelijk reageert. Hoe hij daar op dat podium stond. Formidabel. En dan die ereronde. Met dat Friese paard in die Friese arreslee. Ook dat zal een absoluut nieuwe ervaring zijn voor Guljajev. Want ik neem niet aan dat ze deze middelen van vervoer ook in Moskou kennen. En nu maar hopen dat dat paard ook het hoofd voel weet te houden onder het geweldige gejuich van al die mensen die zich, en laten we dat ook eens onderstrepen, zeer gedisciplineerd hebben gedragen hier dit weekend. Helemaal niets gebeurd, niemand die het ijs opkwam. Een prachtig sportief festijn dit weekend hier in Heerenveen. En daar gaat hij dan. Wat een belevenis moet dat voor deze man zijn. Ai, ai, ai. Oh, had het paard nou maar niet op hals laat, zeg. Dan valt het natuurlijk voor een paard niet mee om op ijs op hal te slaan. Dat voordeel hebben we. Maar het is een stijlvol gebeuren, moet ik zeggen. Friese tuigpaard dat op zijn fraaiste manier met voetbewegingen voor die arreslee de ereronde een wereldkampioen waardig voorttrekt. Fotografen nu op het ijs en geeft ze ongelijk, want die collega's van de fotograferende pers hebben het niet makkelijk gehad dit weekende. Ze hebben moeite moeten doen om de juiste plaatjes te kunnen maken, want er was zoveel publiek dat er eigenlijk voor fotografen, hoe raar het ook mag klinken, geen plaats was. De druk is weg van Nikolaj Guljajev. Hij kan voluit en breed uitlachen. En bedankt het publiek voor de spontane bijval die op hem, natuurlijk hem, ten deel is gevallen. Een wereldkampioenschap dat deze Guljajev zich ongetwijfeld nog heel, heel lang zal herinneren. Ja, natuurlijk, die Friese vlag, die kan er ook nog wel bij. Wel, de ereronde zit erop. Ook dat is allemaal goed verlopen, zoals het hele toernooi goed is verlopen. Afgezien dan even van dat dissonantje met het publiek dat in te grote getalen was toegelaten in deze hal. Eindelijk dan krijgen de collega's van de fotograferende pers de kans om een goede plaat te maken van de nieuwe wereldkampioen Nikolaj Guljajev. We zijn er doorheen wat deze rechtstreeks uitzending betreft van het wereldkampioenschap schaatsen 1987. Een fantastisch wereldkampioenschap. Vorig jaar in Insel was het mooi, toen zeiden we al mooier kan het niet. Het bleek onjuist, het kon wel mooier. En dat bleek gisteren en vandaag in Heerenveen. Terwijl Guljajev er maar geen genoeg van kan krijgen. En nu op de schaatsen nog eens een keer in zijn eentje de ereronde gaat afleggen. Nog eens langs dat publiek gaat. Nog eens dat gezwaai naar het publiek maakt. Zo van: jongens, hartelijk dank. Jullie hebben me verschrikkelijk geholpen dit weekend. Zonder jullie had ik het misschien ook gekund. Maar met jullie hulp ging het een stuk makkelijker. Zeker die 1500 meter. Wat was dat een mooie rit van Nikolaj Guljajev. En dit is een uitbundigheid die je zelden aantreft bij topsporters uit de Sovjet-Unie. Maar een zeer begrijpelijke spontaniteit. Wat moet die man zich ongelooflijk gelukkig voelen op dit moment. Zoveel mensen heeft natuurlijk nog nooit meegemaakt bij een schaatstoernooi. Het komt ook nergens voor. Dat kan alleen maar hier. Wereldkampioen waar helemaal niets om afvalt te dingen.
Dat was in Trondheim ook het geval toen de wisselende weersomstandigheden wezen waren, maar ook toen was hij de sterkste, hij is het nu. Een prachtig beeld om deze rechtstreekse reportage mee af te sluiten. En voor zover u er allemaal nog eens in alle rust naar terug wilt kijken en het tot u wilt nemen, verwijs ik u nog even naar vanavond.